Het hele weekend wordt er op het Fanny Blankers Koensportpark in Almere gesoftbald. Een internationaal toernooi met 41 deelnemende teams vanuit Europa en de Verenigde Staten. Een gedeelte daarvan slaapt op het terrein en dat zorgt voor een goede sfeer. Ook al beginnen de wedstrijden soms al heel vroeg. It's going super. We have two games. We had an 8 a.m. game this morning, so very, very early after a night in the campsite. That didn't go so well, but we just played one there, picked up a win, so really, really enjoyed it. I love everybody being out here. I love the camaraderie between the ladies, and I love the fact that they were able to turn out here. Beautiful weather. It's going great. It's a great competition. There's a ton of teams. Awesome setup. We love it. Nou, we hadden eerst een andere team, Alfas, en uiteindelijk is het Dutch Dragons geworden, maar gewoon samen besloten. Zit geen idee achter waarom de Dragons? Nee, geen idee. Gewoon vonden het leuk. Jullie spelen niet als draken in het toernooi? Als draken? Nee, als kampioenen. Toernooidirecteur Albert Rosenburg is maanden in voorbereiding geweest op de 5e editie van de Windmill Classic. Hij loopt dan ook tevreden over het sportpark. Ja, we zijn dik tevreden. Het is prachtig weer en dat maakt al zo verschrikkelijk veel uit. De afgelopen 2 jaar hebben we heel veel regen gehad. En dat betekende ja, toch een beetje frustratie doordat wedstrijden niet gespeeld konden worden. En nu straalt het zonnetje, dus stralen wij ook. We hebben denk ik 25 teams die hier op de trein ook logeren. Dus campinggevoel meebrengen, tenten meebrengen. En die hebben allemaal hun plek hier en dat maakt het ja, ook ontzettend gezellig. Families erbij, kinderen erbij. Dus het is eigenlijk wat dat betreft gewoon een groot feest. Naast het grote feest wordt er uiteraard ook gewoon gesport. De teams spelen een voor Nederlanders onbekende vorm van softbal. Slow pitch is een variatie op fast pitch. Fast pitch kennen de meeste mensen wel. Daar wordt een bal zo hard mogelijk door de pitcher richting de slagman geslagen. Hier gaat het met een boog, waardoor er veel meer geslagen wordt en eigenlijk daardoor veel meer in het veld acties zijn. We zien dan ook de bekende zogenaamde korfbaluitslagen van 13-13 of 15-16. En dat maakt eigenlijk het spelletje veel sneller en veel leuker. En daardoor ook veel attractiever voor het publiek en ook voor de spelers. Met genoeg hotdogs, pulled pork en bier blijft het nog heel lang gezellig. Het voelt alsof het Fanny Blankers Koensportpark tijdelijk in Amerika ligt. Tonight we're gonna party like it's 1999.